President Desi Bouterse heeft nog steeds alle geloof in een enorme bloei van de agrarische sector. Hij stelt dat landbouw en veeteelt daarom bijzondere aandacht van de regering genieten. In dat kader heeft het staatshoofd afgelopen donderdag in Klaasgriek samen met trekkers van de agrocoöperatie Wie Uma Fusranang het startsein gegeven voor een cassaveproject voor vrouwelijke boeren. Vrouwen van de districten Brokopondo, Sipaliwini, Wanika en Marowijne zullen daarbij gedurende 3 jaar getraind worden. Bouterse is zeer ingenomen met dit project en benadrukt dat de regering over het gehele land productieinitiatieven probeert te ondersteunen. Bezig op Kotika, ook met landbouw. We zijn bezig hier op Victoria, ook met landbouw. We zijn bezig op in Wageningen. We zijn bezig met jongeren nu in Coronie vooral. We zijn bezig ook met jongeren in Taporipa. We zijn verder ook bezig nog een aantal plaatsen in Brokopondo. Kortom, het gaat, maar het is natuurlijk, het is kruipen, voordat je begint te lopen. Maar ze doen het heel erg goed. Soms zijn er ook tegenvallers, maar dan proberen we dat samen weer op te pakken. Bijvoorbeeld de man die eigenlijk binnen onze groep, welke we steunen, die aardappelen deed, die blauwkop en andere soorten, Suditata, die is teruggevallen, dus we moeten samen kijken wat we kunnen doen. Dus het is vallen opstaan, maar voor 90% gaan die projecten en zijn erg goed. Anderen doen produceren, anderen doen gember. President Bouterse zegt verder dat de regering ondersteuning biedt middels training. Daarnaast zorgt zij ook voor afzet van de producten. Volgens het staatshoofd kan vooral de landbouw zorgen voor een versnelde economische ontwikkeling van het land. Export van onze producten. Planten heeft het voordeel wanneer je plant, dat je de jongens kan zeggen, bijvoorbeeld, doesneestaya, hoeveel je produceert, er is een markt, wij nemen af. Hier, hoeveel cassave je produceert, dit is de prijs die we gaan afspreken. Hoeveel kip je wil produceren, er is een markt. Alles wat je produceert, nemen we af. Maar dat is vaak het probleem. Dan is er een boomprijs, dan die. Tussenhandelaar komt weer. Wij zeggen van tevoren, als je begint te kweken, zoveel per een kilo komen overeen. Ja, doe je 1000 per week, doe je 10.000 per week. Maakt niet uit, we nemen alles af. Zo proberen we dat de mensen in de productie gaan, want alleen productie helpt het land snel vooruit. Zeker de kleine man. We praten natuurlijk over de grote projecten zoals I Am Gold en Staatsolie. Maar gewoon op Chimasa, want Doansa niet op 1 hectare, 2 hectare, die kan dan behoorlijk verdienen. President Desi Bouterse over het belang van de agrarische sector. Hij is nog steeds hoopvol gestemd over de landbouwproductie.